Leuk dat je kijkt naar Gaming Geeks Next, het programma dat altijd kritisch en informatief is en jou op de hoogte brengt van de nieuwste games. Het is augustus, maar met al deze releases voelt het als oktober. Deze maand keren wij terug naar het geliefde universum van ontwikkelaar Naughty Dog. Gaan we aan de slag met een AAA indie en kijken we wat er gebeurt als je konijnen en een loodgieter in de blender doet. Uncharted The Lost Legacy biedt een kans om terug te keren naar het zeer geliefde Uncharted-universum. In Uncharted 4 namen wij afscheid van Nathan Drake. In deze standalone game, die natuurlijk weer is ontwikkeld door ontwikkelaar Naughty Dog, spelen we ditmaal met Nadine Ross en Chloe Fraser. In deze game duiken we meer in de backstory van Chloe en haar zoektocht naar, hoe kan het ook anders, een oud artefact. Uiteraard is zij niet de enige die hiernaar op zoek is en zodoende schakelt zij de hulp van Nadine Ross in. Hoewel The Lost Legacy dus geen Nathan Drake meer heeft, belooft het een minstens zo epische game te worden met top verhaalvertelling en kenmerkende Uncharted gameplay. Hellblade's nieuwe Sacrifice van Ninja Theory is een titel die ik al lange tijd in de gaten houd. En is, als je het werk dat ze hebben verricht voor de Disney Infinity Games, na de Devil May Cry reboot, DMC Devil May Cry, hun eerste game in 4 jaar. Van die 4 jaar is er ruim 3 jaar opgegaan aan de ontwikkeling van Hellblade, een game die zij zelf marketen als een AAA independent. Deze action-adventure ziet er super uit en heeft een verhaal dat gebaseerd is op Keltische en Noorse mythologie. In Hellblade staat het verhaal van hoofdpersonage Senua centraal. Hellblade zal voorlopig alleen een digitale release krijgen, waarschijnlijk om zo de productiekosten en dergelijke te kunnen drukken. Hoewel het al gonste van de geruchten en er hier en daar al wat artwork gelekt was, was afgelopen E3 de Super Mario Rabbids crossover game Mario plus Rabbids Kingdom Battle een van de grootste aankondigingen. Hoe tof is het dan ook dat je 3 maanden later al met deze titel aan de slag mag? Mario plus Rabbids Kingdom Battle verschijnt exclusief voor de Nintendo Switch en laat zien waar de Snowdrop Engine, die eerder is gebruikt voor The Division, nog meer toe in staat is. Deze turn-based tactical game voelt voor mij een beetje aan als Fire Emblem of Advance Wars Lite. En dit is nou precies zo'n game waar ik een Switch voor zou halen. Het ziet er tof uit, de gameplay is interessant en het is een exclusive. Een grappig detail aan deze game is dat de soundtrack gecomponeerd is door Grant Kirkhope, dezelfde man die ook verantwoordelijk is voor de Yooka-Laylee soundtrack. Ontwikkelaar Dontnod Entertainment is op dit moment de puntjes op de i aan het zetten voor Vampire, met een beoogde release in november. Kortom, deze heeft nog geen tijd voor Life is Strange 2. Daarom besloot Square Enix het wachten wat draaglijker te maken en hebben zij ontwikkelaar Deck Nine de opdracht gegeven om een prequel te maken op het episodische en volgens Vincent tevens epische succes van Life is Strange. Life is Strange Before the Storm zal in 3 episodes het verhaal vertellen van Max, dat zich afspeelt voor het origineel dat verscheen in 2015. Matterfall, dat is ontwikkeld door Housemarque, dat onder andere successen had als Dead Nation en Resogun, werd al in 2015 aangekondigd tijdens de Paris Games Week. Matterfall is een side-scrolling shooter game met platformelementen dat zich afspeelt in een futuristische toekomst. De wereld is geïnfecteerd met een alien materiaal genaamd Smart Matter. En als Avalon Darrow neem jij het op tegen diverse aliens in deze PlayStation 4 exclusive. Sonic Mania is eigenlijk het bewijs dat zegt, die klassieke Sonic games zijn eigenlijk niet te evenaren. En daarom gaan zij terug naar de klassieke Sonic games. Met Sonic Mania gaan wij back to basics, terug naar het Mega Drive tijdperk. Alles aan deze game voelt nostalgisch, hoe het eruit ziet en om dit gevoel te versterken zitten er in de game levels die remixes zijn van de bestaande klassiekers. De game ziet eruit als een 16-bit Sonic game en zo zou Sonic Mania dan ook moeten spelen. Ik hoop het in ieder geval wel, want ik heb hier heel veel zin in. Tacoma is de vage, zweverige space game van Fulbright die we tijdens elke Microsoft E3 persconferentie hebben gezien de afgelopen 4 jaar. Het is de tweede game van deze ontwikkelaar die eerder Gone Home maakte. Wat Tacoma nou precies is, is mij nog steeds niet duidelijk. Maar hij komt eindelijk uit en voor wie deze gaat spelen, ik hoop dat het wachten waard is geweest. Nou, wat heb ik je gezegd? Het lijkt toch wel oktober met al deze games? Laat even weten in de comments of op Twitter met de hashtag GamingGeeksNext welke games jij deze maand in huis haalt. Volgende maand ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe Gaming Geeks Next.
Tot die tijd veel gamesplezier. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal door die knop in het midden in te drukken. Check ook deze twee andere video's. En wil je nou nog veel meer zien? Ga dan naar www.gamergeeks.nl.